Dit plaatje komt uit 1938. En ik kan het ook tot leven brengen. En dan zie je mensen hier aan het werk. En die beginnen dan te scheppen en zo, let op de argo hier. Maar goed, het was 38. Hè? Het is goed gekomen. Dit ding is mechanisch, loopt hier rond. Hij duwt zichzelf als het ware gewoon, hè, vooruit. Dat is wat hij aan het doen is. 2 jaar geleden was er een Russisch bedrijf met ontzettend veel aandacht op. 80 jaar na datum met dit. Nou, goed. Lang leven het internet, maar dit is een 80 jaar oud idee. He, dit is een robot die kan printen. Ik spot er even mee, maar geef het terug naar degene die bedacht heeft. Berek Kuznevic, Amerikaan, eigenlijk is de man uit Iran, Iranees, maar hij woont zijn hele leven al in Amerika. Je ziet hier aan de linkerkant zometeen, die had die droom. Gewoon een huis maken. En hij printte een binnenblad, een buitenblad en hij verbond dat aan elkaar. Hij deed dat 20 jaar geleden. Niemand nam die man serieus. Waarom niet? Er was geen bin. Ja, er was niks om die modellen te voeden. Dus je kon het wel doen, maar je kon het niet koppelen aan een bouwpraktijk. We tekenden nog op een kalk. Dus die informatie was niet door te geven. Dus wat is hij gaan doen? Hij is maar gaan printen op de maan. Hij kreeg funding van NASA, wat nu weer erg hip is. Maar niet in de woningbouw. En hij leeft nog, is dan steeds erg gezond. En hij zegt, ik zou opnieuw moeten kunnen leven in deze tijd. Nu komt mijn tijd. Dus ik hoop dat hij die tijd nog gegund is. We moeten onderzoek blijven doen. We zijn er nog niet. Die bouw moet aan de voorkant onderzoek doen. Om aan de achterkant niet het probleem op de bouw op te lossen. Als je het te snel print. En dit was bedoeld als een recht dingetje. Dan gebeurt dat op deze moment. Dit. Ja, en dat is niet fijn. Dan moet je het opruimen. En dan weet FK niet alles van. En als je het te langzaam doet. Dan is de hechting tussen die lagen. Ja, want dan ben jij net verse beton op oude beton aan het leggen. En dat window, daar is nou research voor nodig om dat op te zoeken en dat aan die robot te gaan vertellen. Waarom heeft 3D betonprinter de toekomst? Het is een nieuwe techniek, een innovatieve techniek die wij nu in de bouw kunnen toepassen. De bouw loopt relatief achter in automatisering en ik denk dat dit een oplossing biedt. Dus wij zien dat automatisering veel meer efficiëntie met zich meebrengt en dat is gewoon nodig in de bouw op het moment. Wat we hier doen is, wij kunnen bouwen zonder bekisting. Dat is heel interessant. Dat betekent dat we sneller ook kunnen leveren en met veel minder afval. Dus het heeft een duurzaamheidsaspect, het heeft ook een snelheidsaspect, een efficiëntieaspect. En we kunnen veel vormvrijer gaan bouwen. Dus we kunnen ook interessante constructies gaan leveren. Die voordelen samen die maken, dat het een techniek is die naar mijn mening zal blijven en zal groeien in de bouwmarkt. Dankjewel. Jullie hebben gewonnen in de categorie vindingrijkheid. En wat is jullie eerste reactie? Ja, heel blij. Dolgelukkig dat we hebben mogen winnen, dat de jury ons positief heeft beoordeeld. Nou, het is ook wel leuk, want we zijn juist net iets anders gaan denken in juist sterke en circulariteit. Maar dat we ook dachten, we moeten ook iets gaan doen met die printrichtingen. Mm-hmm. Waarschijnlijk zal iedereen dezelfde kant op gaan printen. Dus wij gaan eens proberen of we allebei de kanten op kunnen gaan printen. En dat samen kunnen zijn. Dat moet ik zeggen, vind ik heel leuk dat dat er ook uitgekomen is. En dat de sterke ook heeft geholpen, juist door hem 2 kanten op te printen.